De eerste bobborrel na de zomervakantie wordt traditiegetrouw gehouden bij Auberge du Bonheur. De ruim 700 business professionals lieten zich door het slechte weer niet weerhouden om naar de herberg van geluk te komen. Parkeren was geen probleem met de shuttle service van Rutsche. Met bolides uit hun wagenpark brachten zij bezoekers van de parkeerplaats van de universiteit naar de bobborrel. Weken van renovatie werd tijdens de Bob Back to Business het hotel feestelijk heropend. Alle 36 kamers zijn grondig vernieuwd en nieuwsgierige bezoekers konden een kijkje nemen. Het Tilburgs Hotel zocht de samenwerking op met het Textielmuseum. We wilden elke kamer iets speciaals doen en de opdracht aan de binnenarchitect was zoek een verbinding met Tilburg, de stad waar wij met heel veel plezier ondernemen. En eigenlijk vrij snel werd het thema textiel gekozen, omdat uitgerekend ook een hotelkamer uit heel veel uit textiel bestaat. De binnenarchitect is op het idee gekomen om aan het hoofdeind om een doek te maken. Een doek dat uiteindelijk weer een stukje van Tilburg symboliseert. Het doek is ook echt gemaakt bij het textiellab, onderdeel van het Textielmuseum. Het was ooit bedoeld als een aardigheidje achter het bed, maar inmiddels kunnen we zeggen het is prachtig kunst achter het bed geworden. En ja, daarmee ook echt een aanwinst voor de kamer. Het thema van deze Bob Back to Business is The American Dream. De top bereiken door hard te werken. Wethouder van Economische Zaken Erik de Ridder opende de avond en is positief gestemd over de economie in onze regio. Ook de regio verlangt naar dat de wind weer wat in de economische zeilen komt. Alle signalen lijken dat ook uit te wijzen dat het gaat gebeuren. En dan zie ik nu dat de kansen liggen voor de toekomst. Als het gaat om bijvoorbeeld, vandaag is de heropening geweest van de Auberge du Bonheur. Je ziet ondernemers pakken weer de kans om te investeren en zijn dus in die zin klaar voor als het weer aantrekt. Dus wat dat betreft hebben we een goede uitgangspositie. Sponsors van Regio Business is BDO Accountants en Adviseurs. Nou, Regio Business is denk ik een groot lokaal netwerk, regionaal netwerk. BDO heeft kantoren in alle grote steden in Brabant. En wij zien gewoon dat een netwerk, evenementen, maar ook alles daaromheen vanuit Regio Business goed bezocht wordt. Vooral door MKB-bedrijven uit de regio. En wij zijn echt een accountskantoor voor het MKB in Tilburg, maar ook bijvoorbeeld in Den Bosch, waar Regio Business een aantal evenementen heeft. En de kwaliteit van de bijeenkomsten en de kwaliteit van de bezoekers is voor ons gewoon heel belangrijk. En sluit heel erg aan bij ons klantenportefeuille. Wat ziet u als meerwaarde? Nou, het is altijd leuk om mensen in een wat ongedwongere sfeer te leren kennen. En Regio Business die doet dat met deze borrel, maar die doet het bijvoorbeeld ook met een stukje inhoudelijke bijeenkomsten. In ieder geval buiten kantoor en buiten het zakelijke netwerk wat wij toch al kennen. Juist op een heel andere manier met mensen kunnen praten. Regio Business brengt ondernemende mensen met elkaar in contact. Het 3D business concept vormt hiervoor de basis. Het uitgeven van zakenmagazines, een online business platform en via de Bob Masterclasses, de Bob Academy, de Botten en Borrels.